Allemaal, welkom bij een nieuwe video van Wim's Hardloop Channel. Vandaag de video van week 8 van het hardloopschema 5 kilometer voor beginners. En dat betekent gelijk de laatste video van dit hardloopschema. En dat we deze week dus 5 kilometer achter elkaar gaan hardlopen. En daardoor zien de trainingen van deze week er iets anders uit. Dus ben jij nou benieuwd hoe die trainingen van deze week eruit gaat zien? Blijf dan zeker kijken. En of ik die 5 kilometer ga halen. En dat laat ik ook zien, want ik ga zeker die 5 kilometer ook proberen hard te lopen. Want dat is een deel van deze hele hardloopschema. Dus ik ga in ieder geval beginnen met mijn eerste training. En dan kom ik zo terug wat deze inhoudt en hoe we deze week gaan indelen. Laten we gelijk beginnen met training 1 en dat is eigenlijk ook de enige training van deze week van het hardloopschema 5 kilometer van beginnen, de laatste week. En we gaan weer wandelen en dit keer beginnen we met training 1, een wandeling van 60 minuutjes. En dat is vooral dat we eigenlijk niet te veel energie en kracht willen verspillen deze week om uiteindelijk die 5 kilometer te gaan hardlopen. Dus in deze week 1 training, de enige training deze week en dat is een uur wandelen. Dus dat is training 1. Ik ga beginnen met mijn uurwandeling en dan kom ik straks terug wat de vervolgstappen zijn van deze week voor het hardloopschema 5 kilometer voor beginners en dan vooral de laatste week. We doen vooral deze wandeling dat we wel in beweging willen blijven in die laatste week en dan hebben we toch een beetje die uren bewegingen te pakken bij een wandeling van 60 minuten natuurlijk. En dat is dat die spieren wel gewoon in beweging blijven. Maar we willen geen kracht gaan verspelen voor die 5 kilometer later deze week. Dus hou wel voor training 2 die je normaal zou willen lopen. Dat is echt een rustdag geworden. Dus doe daar geen... Natuurlijk kan je gaan wandelen of wat dan ook. Maar hou die voor rust. Dus we gaan geen intervaltraining meer doen om kracht te gaan verspelen. Maar echt op ons gemak die spieren in beweging houden. Dus daarom die wandeling van een uur. En dan... Ik heb er al een aardig tijdje op zitten. En dan kom ik zo terug bij onze laatste activiteit van dit hardloopschema. Zijn we bij de laatste activiteit van het hardloopschema 5 kilometer voor beginners. En ik bof echt super erg, want het is schitterend hardloopweer. En wat ik net al eigenlijk tijdens onze uurdurende wandeling zei, we hebben geen training 2, dat is gewoon rust. Dus het enige wat ons nog rest is die 5 kilometer hardlopen. En daar ga ik nu mee beginnen. En tijdens mijn 5 kilometer ga ik je nog een aantal tips geven hoe jij die 5 kilometer kan uitlopen. Dus ik ga mijn horloge starten en beginnen met mijn 5 kilometer. Nou, ik zit er precies op een kilometer en gelijk even voor de eerste tip die ik wil meegeven, dat is eigenlijk ook die je bij de start goed moet meenemen. Dus begin je 5 kilometer echt niet te snel. Het gaat niet om de snelheid deze 5 kilometer, maar dat jij hem onafgebroken kan hardlopen. Dus begin lekker rustig aan. Als je het over hebt, mooi, doe je de laatste 2 kilometer nog een tandje bij. We gaan dan niet gelijk van de eerste kilometer hard rennen. Dus zo ga je die 5 kilometer niet halen. Dus dat is tip 1. Zoals je misschien kan horen aan mijn stem en aan mijn ademhaling, heb ik me niet helemaal gehouden aan mijn eerste tip. Ik vind het nog steeds al die jaren hardlopen moeilijk om rustig aan te beginnen. Dus ik ben lekker begonnen. Ik heb wel bijna 2 kilometer. Laten we dat zien. Zo. Dus nog 3 kilometer en dan zit mijn 5 kilometer erop. Ik hoef straks nog met 1 tip over hoe jij het beste nog het meeste kan halen uit je 5 kilometer. Dus dat lijkt je rond de 4 kilometer door. Ik ga kijken dat ik dit tempo kan volhouden. En of ik toch een stukje terug moet zetten. Nog een tip die ik wil meegeven is eigenlijk wat we elke week geoefend hebben en zeker ook niet deze week moeten vergeten is
die warming-up van 10 minuten en cooling down van 10 minuten. Dus vergeet zeker niet die warming-up. Dan zijn je spieren, je beenspieren opgewarmd. En kost het niet die eerste minuten van je 5 kilometer tijd om goed op te warmen en dat de kramp erin schiet. Dus net zoals alle voorgaande weken, doe die 10 minuten warmen en lopen. Ik zit op 3,5 kilometer nog anderhalf en er zitten er mij 5 kilometer erop. Ik ben er bijna nog 200 meter en dan zijn mijn 5 kilometer erop. Ik zal het even laten zien. Dus nog een klein stukje en dan heb ik mijn hardloopschema 5 kilometer voor beginnen helemaal uitgelopen. 50 meter, echt de laatste loodjes van deze 8 weken durende training, hardloopschema. Ik ga het even laten zien wat het goed is. Zo, mijn hardloopschema, mijn 5 kilometer zit er in ieder geval op. Nou, zoals je net kon zien ben ik over de 5 kilometer grens gekomen in 24 minuten 11. Dit is geen beginnerstijd, maar ik loop al echt een jaar hard. Mijn beginnerstijd lag rond de 32 minuten zoiets. Maar ik wilde weer eens een goede loop doen dit jaar. Dus onder die 25 minuten, dat is gelukt. Ik ben in ieder geval benieuwd, want dat is het allerbelangrijkste. Is het jou gelukt om die 5 kilometer onafgebroken achter elkaar te hardlopen aan het einde van dit hardloopschema? En ik ben benieuwd als dat gelukt is wat je tijd is. Dus laat het weten in de reacties hieronder. Dit was in ieder geval Wim Groenendijk met mijn allerlaatste video van het hardloopschema 5 kilometer voor beginners. Binnenkort kom ik met een nieuw hardloopschema. Ik hou nog een beetje geheim wat het voor schema gaat worden. Maar vergeet zeker niet te abonneren. Dat kan hier, zo blijf je op de hoogte van alle laatste video's. En ook van het nieuwe hardloopschema wat eraan komt. En hier komen nog een aantal tips hoe jij beter die 5 kilometer kan hardlopen. Want eenmaal nu dag gehaald, gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Dit was in ieder geval Wim Groenendijk en tot de volgende video.